Hakim Ramoul, een moeizame overwinning is ook een overwinning, hè? De punten tellen aan het eind, hè? Ja, nee, we begonnen een beetje slap. We komen 3-0 achter. We weten ons weer wederom terug te vechten tot gelijkspel. En we komen daarna weer achter, weer terugkomen. Maar goed, dat toont de karakter van de ploeg. Dat we iedere wedstrijd kunnen omdraaien. Ja, dat zie ik vorige week in die derde periode. Lopen jullie over die Duitsers heen, nu vandaag weer? Oh ja. Conditioneel? Ik denk het wel. We hebben vrij pittige trainingen de hele week. En het begint dan wel langzaam zijn vruchten af te werken qua lucht. En het team klikt gewoon goed en dat zie je ook terug op het ijs. Weet je waar je aan begonnen bent? Je zegt zware trainingen en weet ik wat allemaal. Ja, het is wel lekker. Het is wel... Ja? Ja, tuurlijk. Het is, we hebben 3 jaar gemist en ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om nog een jaar terug te komen. En dat hebben we met beide handen aangepakt. Ja, en dan speel je een puikenpartij. Mag ik rustig zeggen, man of the match. Hoe voelt dat? Goed. Het is leuk. Het is natuurlijk een team effort. Maar het is wel fijn om de waardering te krijgen, ja. Ben je nu een man die die jonkies mee aan de hand neemt? Ik probeer ze wel te sturen, om op te letten dat ze de juiste beslissingen maken, op de training wat proberen te sturen. Hè. En, ik hoort ook een bij de ervaren spelers. De fouten wat je zelf vroeger hebt gemaakt, probeer de jongens ervoor te behoeden. En gewoon simpel houden. Wat is het verschil tussen jullie uit en thuis? Geen idee. Dan gaan we even terug naar gisteravond in Luik. Ik denk dat we Troy Pessingham credits moeten geven, die stond op puikenpartij te keepen. Ik denk dat hij niet erin was geweest, was het 8-2 voor ons, 8-3 voor ons geweest. We hebben echt kansen gehad, maar hij wou gewoon niet erin. Je hebt van die dagen, hè? Helaas wel, helaas wel. Hey, weet je dat jullie ongeslagen zijn thuis? Op dat beker avontuurtje van Eindhoven. Ja, dat is goed. Zolang we thuis de punten pakken en de punten meesprokkelen in de uitwedstrijden, kom je een heel eind. Maar dan zijn we aan de stand verplicht, denk ik, om sowieso thuis altijd 100% te geven voor de fans, voor de mensen die het mogelijk maken. Dus iedere zondag moeten we sowieso de beste wedstrijd wat we kunnen geven op de mat leggen. Nou, maar ik heb ons een andere ethos gezien, dat het ook zondags niet in geleen lukte. Nee, klopt, maar dat is wat ik zeg, het team klikt goed. Wat het fijne van deze groep is, iedereen gunt het elkaar. En dat zie je ook terug op het ijs. Iedereen is blij, maakt niet uit wie scoort, of de jongen scoren of een oudere jongen. Iedereen is gewoon blij voor elkaar. En ik denk dat het grote verschil is dit jaar. We hebben echt een hele leuke groep en de gunfactor is heel hoog. Ik heb het al een paar keer uitgesproken en dat zie je op het ijs. Kun je hem nog bijbenen, die Oekraïense teammate van jou? Het is een goede wisselwerking. Niet normaal, hè? Ja, het is de Yevgen brengt ons wel naar een hoger niveau. Mij ook. Maar het is wel... Zelfs jou? Tuurlijk. Je trekt je op aan een niveau met de spelers waarmee je speelt. En het is wel een genot om met zo'n jongen samen te spelen. Er zijn er 4 wedstrijden gegaan voor de play-offs van die beker. 2 keer tegen Belgische teams en daarna in Heerenveen. Ja, de pittig op het einde. Hè. Volgens mij hebben we Den Haag thuis en Heerenveen nog een keer uit. En hebben we nog Leuven, volgens mij. En Mechelen. En Mechelen nog een keer thuis. Maar goed, dat zijn allemaal... Het ligt allemaal bij elkaar. Het ligt dicht bij elkaar en het kwartje kan allebei de kanten opvallen. Want ja, Mechelen en Leuven, dat zijn wedstrijden die heb je niet zomaar gewonnen. Hoe voel jij je nu conditioneel? Goed. Nou, dat wil ik gewoon even vragen. Even weten hoe jij straks naar bed gaat. Lekker, rustig, relaxed. Ja, ik ga met een goed gevoel naar bed, dus dat komt helemaal goed. Welterusten. Dankjewel.